Dames en heren, goedenavond. Dit is Café Weltschmerz. Mijn naam is Esther van Venema en ik ben ongelooflijk vereerd met mijn gast van vandaag, Dries van Acht. Welkom. Hoe moet ik u aanspreken? Met de voornaam of de achternaam? Meneer van Acht. Dat is prima. Meester van Acht. Dat wordt al te ingewikkeld, te mooi. Gewoon, ja, meneer, want ja, zo heb ik mezelf kort na de geboorte in de schepping aangetroffen. Als een meneer? Ja. U bent de oudste van 5 kinderen. Uit het katholieke Brabant? Ja. Wie was uw vader, wie was uw moeder? Mijn vader was een blijmoedige mens, textielfabrikant, klein fabriekje. Ja, wij jochies dachten natuurlijk dat het een geweldige zaak was. Maar dat is maar een klein fabriekje, 70 werknemers of zoiets. En hij was daar de commerciële directeur van, degene dus die reizen maakte. Ten einde orders te verwerven. Zo deed hij dat. Hij was dus de minister van Buitenlandse Zaken van het fabriek. Ja. Ja? En hoe was uw contact met hem? Wat was het voor man? Dat is een enige man. Ik kan bijna nooit spreken over mijn vader zonder een begin van ontroering te voelen. Wat mooi. Ja, dat is echt zo. En het komt mij overkomen nu weer. Ik merk het. Die man heeft zo'n moeilijk leven gehad. Zo'n ellendig leven. En dat is niet de schuld van mijn moeder, maar het kwam wel door mijn moeder. Want uw moeder had een zwaar leven. Had een heel zwaar leven. Werd al gauw tot psychiatrische patiënt. In de eerste jaren hebben we dat niet zo gemerkt, maar later kwam dat steeds meer eruit. En daar heeft heel veel mee te stellen gehad. En dat heilige geduld wat hij altijd had met haar kunsten en onbegrijpelijkheden. De blijmoedigheid die hij altijd over zich hield. Nou, eigenlijk put ik het allermeeste uit in mijn leven, denk ik. Uit de blijmoedigheid van uw vader? Ja, wat je daar allemaal, als je die kracht in je hebt, wat je dan allemaal aan kunt. En had dat te maken ook met zijn geloof? Ja, nou, minder dan u zou denken. En minder dan de vraag ook eigenlijk suggereert. Ja. Nee, het was een afgestofte, routineuze katholiek. Zoals wij allemaal waren in het Brabant van toen. Ik ben pas over geloofszaken, pakweg 10 jaar voor vandaag gaan nadenken. Dus dat routineuze is er bij u inmiddels vanaf? Is er eindelijk. Eindelijk dan, hè? Daar bent u blij om? Ja, natuurlijk. Het andere was natuurlijk waardeloos. Wat het voor die tijd was, stelde niks vermeldenswaardigs voor. Nee, ja, nu wel. Nu ben ik komen zitten met de grote vragen. Als moet er een schepper die, dat is mij dan altijd zo geleerd, en aan zoveel en tevens, die zich in zonderheid zou hebben bemoeid, op een heel bijzondere wijze zou hebben ingelaten met een stofje in dit heelal dat uit miljarden maal miljarden hemellichamen bestaat. En dat stofje heet aarde. Ja. En dan zou die de oerhebel van al dit onzegbare groots zich in zonderheid mee hebben ingelaten. Dat is toch, dat vraagt veel van geloof, hoor. In ieder geval minder dan ik niet. Is misschien ook wel het geloof dan, of niet? Ja, de vraag in zichzelf is altijd is meer dan geen enkele vraag. Dat wel. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat je het relevant vindt, dat je het van belang vindt om je te verdiepen in, bezig te gaan met zulke, ja, toch heel diepstekende, essentiële vragen, het leven zelf betreffende. Ja? Dus ik ben er eigenlijk niet ongelukkig mee. Ik maak mezelf wel verwijten erover dat de vragen zo laat zijn wakker geworden.
Dat wel. Heeft u daar ook een verklaring voor? Wat maakt dat dat zo lang slapend is geweest? Dat is vraag 1. En vraag 2 is eigenlijk, wat was dan het moment 10 jaar geleden dat het geloof tot leven voor u kwam? Ja, wat is het moment geweest? Nou, eerst bij het begin. Waarom kwam dat zo laat naar boven? Om 2 redenen. 1, en ze zijn allebei tamelijk ordinair. 1 is, mensen, ik had het al zo druk met de dingen van de dag. Met de dingen van nu, van dit leven, hier. Dat heeft me helemaal in beslag genomen, me helemaal opgevreten. En dat is 10 jaren zo gebleven. En 2, was, welk moment kwam het door? Ja, kwam dat tot leven? Dat kwam door op toen ik in discussie kwam met een, ja, pater jezuïet. Het intellect van de kerk van Rome. Ja? Mm-hmm. En dus, ja, die heeft er van allerlei bij mij losgemaakt. Een vraag waarop ik nooit eerder had beseft dat die er ook zouden kunnen zijn als vraag. En weet u nog welke vraag of vragen u deden beseffen dat u er anders in zou kunnen staan? Nou, de gebeurtenissen die zulke vragen het redelijkst oproepen, dat zijn als allerdierbaarsten het leven moeten verlaten. Die momenten. En waar gaat hij nou naartoe? Naar ergens? En als ergens alleen maar zou zijn een diep zwart gat, is dat toch eigenlijk ook zo erg niet, want daar heb je dan ook geen last meer van. Ja? Maar goed, dan zijn de vragen wel, hebben zich gepresenteerd. En dat verhaal, dat zet zichzelf voort. We begonnen net bij uw vader, aan wie u met zoveel dankbaarheid en blijdschap terugdenkt. Ja. U was de oudste zoon van een gezin met 5 kinderen, met een moeder die toch ernstige psychische klachten had. Ja. U bent uiteindelijk een politieke carrière gaan volgen. En ik vroeg me af, je ziet vaak dat kinderen die de oudste zijn, dat die een bepaald soort verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef kunnen hebben. Speelde dat bij u ook? Of? Ik kan niet zeggen dat ik op dat punt veel punten heb gescoord. In deze capaciteit een verdienstelijk cv zou hebben gevormd. Nee, dat kan ik niet zeggen. Waarom bent u daar zo resoluut in? Nou, ik ben, omdat ik bijna boos ben op het klinkt vreemd in dit verband, lot dat mij getroffen heeft van altijd de dans te hebben ontsprongen. Mijn vader is later misgegaan met zijn bedrijf toen. Hij is uitgetreden uit het bedrijf met zijn broers. Hij is toen zelf begonnen, is helemaal misgelopen. Hij is gefailleerd. Hij heeft zijn prachtige huis moeten verkopen. En al die oneer in de maatschappij van toen, alleer schande, is hem overkomen. Terwijl ik al was net op tijd de dans ontsprongen. Ik danste weg naar Nijmegen, de universiteit. Katholieken natuurlijk, maar over andere dingen was geen sprake. En later kwam ik meteen een mooie banen. Dus, ja, ik zag wel dat het om me heen niet zo erg goed ging, maar het raakte me niet aanstonds meer. Ik was al binnen. Maar nu raakt het u wel, want u bent daar eigenlijk verontwaardigd over naar uzelf, als ik het zo Ja, proef. Ik vind dat van wel. Ik vind dat, ik heb mezelf aardig wat te verwijten. Het grootste verwijt heb ik gemaakt is dat ik 12 jaar ben weggebleven. Dat blijft het opperste verwijt. Bij uw eigen gezin. Bij mijn eigen gezin. En het andere is dat ik wel wat meer had mogen inlaten met het lot dat wel kwam over mijn 2 broers en 2 zussen. Dat wel.
En te meer neem ik dat mezelf kwalijk, omdat ik, klinkt gek als ik het zelf zeg, denk ik, de begaafdste was van de vijf. Dus ik had ook de beste mogelijkheden om in te zien hoe de situatie werkelijk zich had misgegroeid. En de idee had al eerder mij moeten aanspreken. Wat doe je er zelf eens wat aan? Als u het nu opnieuw zou mogen doen, hè, wat natuurlijk altijd een irrelevante vraag is, want die optie is er nooit. Zou u dan andere keuzes hebben gemaakt? Ja, dat kun je zo moeilijk zeggen. Ik ben natuurlijk geneigd om te zeggen ja, want ik ben zo begonnen met zoveel zelfverwijt. Dat het eigenlijk logisch is om al... Inkopper bijna. Om met die vraag dan door te gaan. In dezelfde trant. Dus dat had anders gemoeten. Ja, maar in ieder geval... dat is dan opnieuw hetzelfde verwijt in andere woorden. Ik heb dat destijds niet voldoende of helemaal niet beseft. Maar zou je, als je misschien wat bijbels... georiënteerd de zaak benaderd. Zou je niet kunnen zeggen dat u de talenten die u heeft, dat u die tot het uiterste juist gebruikt heeft? Wat ook een soort opdracht zou kunnen zijn. Maar dierbare, ik heb het gebruikt. Ik heb er behoorlijk van gebruikt, maar voor mezelf toch? Voor Nederland? Ja, dat is heel lief om dat te zeggen. Ik weet niet of u daar iets bij voelt. Wat ik eigenlijk nauwelijks ervaar. Nee, het ministerschap, daar, het gevoel van ik heb het vaderland een aanzienlijke dienst bewezen, dat gevoel mankeert mij volledig. Volledig. Ik kan beter om mezelf lachen, dat lukt me ook beter. Maar het kan toch niet zijn dat u op uw leeftijd terugkijkt met... uitsluitend zelfverwijt en zelfspot? Nou, niet uitsluitend, nee. Ik heb natuurlijk ook veel leuke dingen meegemaakt. Hè? Die het leven leefbaar hebben gehouden. Ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt. En vooral de buitenkantjes die ik heb mogen krijgen. Om een aantal jaren elders te wonen. Elders was nog wel Japan en Amerika. Maar Japan is veel interessanter. Dat is natuurlijk geweldig, maar andermaal ben ik dan toch degene van de vijf die de leuke dingen heeft gekregen. Niet helemaal eerlijk, blijf ik het niet helemaal eerlijk vinden. Maar is het leven of het universum überhaupt eerlijk? Nee. Nee, maar je hoort het toch wel zo eerlijk mogelijk te maken. En ook daartoe heb ik onvoldoende inspanningen ondernomen, vind ik echt. U schreef ergens of u zei ergens, ik ben soms razend, maar te introvert om het te laten blijken. Ja. Dat is ook zo. En emotioneel ben ik zeker, dat hebt u met uw kundigheid natuurlijk intussen al lang vastgesteld. Emotioneel ben ik zeker en steeds meer, maar dat zal waarschijnlijk een algemeen ouderdomsverschijnsel zijn. De tranen komen allemaal sneller. En eerder. En al minder. Wat vindt u daarvan? Fijn. Mooi. Vind ik fijn. Ja. Wat was ik doen nu? Dierbare, over de razernij. Oh ja, de razernij natuurlijk. Ja. De razernij en de introversie. Dus de emotie zit er genoeg. Maar ik ben zo door opvoeding... en schijnkennis zo gearchiveerd geraakt dat je weet dat je daar maar, zeker in Nederland en zeker in West-Nederland, maar op beperkte mate blijk van mag geven. Dus hou het binnen. Want anders? Want anders, ja, anders valt je uit je rol. Doe je dingen die opvallen als merkwaardig, als curieus, als dingen die beter niet hadden kunnen plaatsvinden. Dus die emoties daarvan, zegt u, ik heb ze en naarmate ik ouder word, komen ze er makkelijker uit en dat vind ik fijn. Ja. U zegt van ja, er is een hoop zelfverwijt dat ik toch meer voor mijzelf heb gekozen dan voor mijn naaste, als ik het juist samenvat wat u zegt. Ja, kunt u zeggen, ja. Hoe gaat het nu met uw kinderen, met uw kleinkinderen?
te mooi om waar te zijn. Wat goed. Wat goed, hè? Ja. Fantastisch. Ja, ik ben... Wederom ben ik een geluksvogel. Weer. Alweer. In alle fasen van mijn leven eigenlijk. De kinderen hebben mij nooit... Lees. Nooit. Enig verwijt gemaakt. Zelfs niet met de afgetrapte grapjes van de man die zondags het vlees komt snijden. Ik heb er nooit wat van gehoord. Ik heb uitstekende betrekkingen met allemaal. En die kinderen, ja, onze zorgen zijn natuurlijk... die betreffen hun fysieke gezondheid. De hersentumoren bij een dochter. Ach. En zeer ernstige atopische eczeem bij een zoon. Daar zitten onze zorgen in. Ja, begrijp ik. En dat wekt andermaal. En nu dan om deze reden. Diezelfde gedachte van waarom heb ik het eigenlijk zo goed gehad? Waarom ben ik zelf nou? Ja, maar u lijkt wel een Calvinist bijna. Ja, misschien, ja, er zit wat in wat u daar zegt. Ik kan er ook wel van genieten op momenten dat ik van zulke bijgedachten geen last heb. Het zit niet dagelijks en de hele dag door achter me aan. Als een dwanggedachte, zo is het nou ook weer niet. Maar als ik aan het denken word gezet, en dat is wat u aan het doen bent, ja, dan presenteert het zich wel over de grens van mijn bewustzijn. Als we het toch iets meer naar het concrete vlak proberen te trekken, als u me dat toestaat. U bent minister-president geweest in de periode van mijn zevende levensjaar tot mijn twaalfde, 77-82. Ik was zo benieuwd of u... Terugkijkend met alle kennis en wijsheid van nu, of u iets kunt benoemen waarvan u zegt, daar heb ik een beslissing genomen waar ik achteraf van denk, dat was positief. Maar ook, ik heb een beslissing genomen en terugkijkend en kijkend naar het nu, denk ik van, die was niet zo positief voor Nederland. Ja. Nou doet zich het merkwaardige voor. Ik vind het makkelijker om te beantwoorden wat niet positief was dan wat wel positief was. Beginnen we met het makkelijkste? Nou, oké. Okay. Wat niet positief was, dat is dat ik op een beslissend moment in mijn politieke jaren niet het lef heb gehad om de Kamer, en vooral mijn eigen fractie in de Kamer, te trotseren en te zeggen, en toch doen wij het anders met de ons bezuinigingsplan dan jullie het hier in blijkbaar gevormde meerderheid vinden dat het moet. Dus je kunt allemaal de pot op. Jij Kamermeerderheid, ik zet het gewoon door wat ik wil, met mijn minister van Financiën samen. En we zien wel wat er gebeurt. En omdat ik nu weet, te laat gekomen besef, dat ik toen mijn politieke positie in het land zo sterk was, de populariteit zo overweldigend, dat ik dat altijd gewonnen had. Ze hadden mij nooit naar huis durven sturen. En die bezuiniging die was van belang voor Nederland? Die was van belang voor Nederland. Want later is Ruud Lubbers gaan doen wat wij door innerlijke oneenigheid en ingrijpen, althans, hinderlijke bemoeiing van de CDA-fractie, niet hebben kunnen doen. Die frustratie is er nog altijd. Nee, neem ik me dan zeer kwalijk. Niet zozeer omdat ik dan historie had kunnen schrijven. Door zo te handelen, ook wel. Een ijdeltuit genoeg om dat ook wel een leuke plus te vinden. Maar ik weet nu dat het anders gekund had en dus gemoeten en dus was ik fout. Foei, kaffer die ik ben. Kaffer? Ja, kaffer. Mag dat woord nog tegenwoordig? Het is Zuid-Afrikaans geworden. Ja, volgens mij wel. Maar toch, u ontkomt mij niet. Iets positiefs waarvan u zegt, daar kijk ik op terug, dat was een goed besluit. Ja, dat was een goed besluit. Nou, ja.
veel slechte besluiten zijn er ook niet genomen. Maar nou zeg je die goeie. Ja. Wat is nou, je zegt, man, dan ben je nou, kun je daar nou trots op zijn? Verdorie. Verdikke me. Nou, of iets objectiever, dat u ziet van daar is Nederland beter van geworden. Of dat heeft positieve gevolgen gehad. Ja. Ik weet niet of het enige, van enige waarde is geweest. Daar heb ik een aanzienlijke twijfel over, maar het is wel waard om onder ogen te worden genomen. Of het van enige waarde is geweest dat ik in een periode, dat ik destijds het slagwoord van ethisch revij heb aangegeven. Dus morele herbewapening. Morele herbewapening, wat bedoelt u daarmee? Nou, de zaken kwamen op bij een zeer omstreden affaire. Toen, ja, daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Refereert u aan de zaak Menten? Ik refereer aan een nog veel gevoeliger zaak in de abortus. De Bloemenhoven Kliniek. Na de zoveelste weken nog, vraagteken. En ik heb toen in de Tweede Kamer een betoog afgestoken met citaten daarin van de destijdse directeur van Bloemenhoven, waarin hij heel sterk, heel precies beschreef wat er gebeurt met het wezentje dat wordt weggehaald en hoe ver dat al in ontwikkeling is gekomen op het moment dat het toch nog gebeurt. En daar heb ik enorme ruzie met de Kamer over gekregen, want dat was onkies. Was onkies om voor te lezen wat de directeur van de betreffende kliniek zelf in een interview in de krant had gezet. Dus de realiteit werd niet verdragen? Nee, het was duidelijk een verdringing. Duidelijk. Ja, dat was verdringing. Morele herbewapening. Zeg ik dat goed? Ja, herbewapening. Moral rearmament. Ik ben daar wat over tegengekomen inderdaad. Hè, dat u zegt, van, nou ja, er zijn toch bepaalde kernwaarden, ethiek. Misschien toch vanuit het katholieke denken, geloof, gemotiveerd. En dan kom je natuurlijk al snel uit in Nederland bij de thema's abortus, maar tegenwoordig ook bij voltooid leven. Zeker. Die discussie. Zeker. Ik merk dat ik toch nieuwsgierig ben hoe u daar tegenaan kijkt. Ja, nou, nou komt een verrassing ook voor mezelf. Dus deze namelijk, ik betrap er mijzelf op hoeveel moeite het mij kost. Om te betogen en vol te houden dat mensen, volwassenen, die geestelijk genoegzaam gezonde volwassenen, niet zelf mogen beslissen hoe lang ze hun leven willen voortzetten. Ik vind dat te veroordelen, vind ik moeilijk en ik verbaas me daarover dat ik dat vind. Want let op mijn opvoeding mag ik daar helemaal niet verbaasd over zijn. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus dit is verrassend. Maar ik kom daar niet meer rond. Ik krijg niet uit mijn vingers, uit mijn kop, een overtuigend antwoord op die vraag. Waarom is dat eigenlijk verwerpelijk? Dat iemand die in het volle bezit is van zijn geestelijke vermogens, niet zelf mag beslissen of hij van die vermogens vanaf nu, morgen, afstand wil doen. En heeft dat... het gevaar af dat dat een wat confronterende vraag is. Heeft dat ook te maken met uzelf, met de respectabele leeftijd waarop u zich nu bevindt? Nee, daarom niet. Daarom ben ik toch een moeilijke snuiter voor u. Want ik ben veel te gezond. Ja, ik zie er nou wat verlept uit, want gisteravond heb ik te veel van de spul gehad. Maar, nu denken de kijkers dat jenever is. Ja, het is het ook. Oh. De barman van Café Welsmert zorgt dan toch weer goed voor u. Ja, het is ook zo. Ja. Nee, ik ben zo ontzettend gezond dat de dood voor mij en alles wat daarmee in verband kan worden gebracht, heel ver weg is, nog altijd. En als het niet met uzelf te maken heeft, dan heeft het te maken inderdaad met misschien uw generatiegenoten die daar wat anders in zitten, op basis van hun gezondheid of allerlei. Maar waar mijn zorg altijd
toch op gericht is, is het feit dat het een verlangen is van mensen die vaak ook eenzaam zijn en die niet meer in een samenleving een plek hebben. Dat is zo. Ja, dat is zo. En dat vind ik gevaarlijk als ontwikkeling. Ja, te meer, maar dat is waarschijnlijk ingesloten in wat u nu zegt. Te meer omdat zulke mensen, ik heb het dus nu over de ouderen die in die situatie van eenzaamheid zijn terechtgekomen. Misschien, zo kan zich een enorm evolueren in de maatschappij waarin zij denken, ik behoor eigenlijk te vertrekken. Ja. Want ik zit de anderen te veel in de weg langzaamaan. Ik zit wel te zeuren over mijn eigen eenzaamheid, maar de anderen hebben helemaal geen tijd voor mij. En ik moet ook die gedachten niet voortdurend last van doen hebben. Want ze hebben al genoeg problemen zelf. Daar zit een probleem, dat zit een kwestie. Nou ja, iedereen heeft het tegenwoordig druk, wat dat dan ook mag zijn. En dat maakt dat mensen die wat meer aan de randen van de maatschappij zijn, zich toch snel overbodig voelen of tot last voelen. Ja. En als je het hebt over kernwaarden, over het moreel herbewapenen, dan denk ik dat die zorg voor elkaar ook op dat vlak, dat een... Ja, en er zit natuurlijk heel veel sympathiek in wat in zonderheid, maar niet alleen. CU, dat al allemaal aan het beweren is gebleven, alle maanden door, toen het hierover ging, voor zover het hierover ging. Volgens mij was het gewoon opzij geschoven bij de formatie, dit onderwerp. Ja, dat is lastig. Ze konden niet eens worden, dus zeiden we doen voorlopig maar niks. Ja, voorlopig niks. Denkt u dat het kabinet het gaat redden met het opzij schuiven van zo'n essentieel thema? Dat zal moeilijk zijn. Dat zal heel moeilijk zijn. Maar het zou toch nog wel eens kunnen zijn, want in de meeste partijen ligt het onderwerp verdeeld. Dus er zijn ook fracties die zijn, van deze brok in de keel, die is inderdaad doorgespoeld. Nou, die voelen we een poosje niet. Het probleem is van de tafel af. Een poosje. Poosje. Ja. En dat, een poosje kan dan wel 4 jaar worden. Met wat kunst en vliegwerk. Ja, dat kan. U zei ook ergens dat u zich eigenlijk minder politiek zou moeten uitlaten, omdat het nu tijd is voor de jongeren om hun kunstje te doen. Hun kunstje te doen, daar zit een licht cynisme in wat me wel bevalt. Maar is dat wel juist? Zouden wij niet juist moeten profiteren van mensen zoals u met ervaring, met wijsheid, om niet de fouten te maken die te vermijden zouden zijn? Ja, daar zit veel in. Is het geen valse bescheidenheid om dat te zeggen eigenlijk? Zit er zeker bij. Valse bescheidenheid zit er zeker bij. Hè? Het kan het nog sterker maken. Een verlangen naar reacties van anderen. Zoals ik nu doe. Van dat is nog eens iemand die zijn tijd verstaat. Dat is een oudere die weet van terugtreden. Niet alles touwtjes in eigen handen wil vasthouden. Dat is een lof uit de jongere generatie die ik best wil krijgen. Dan ben je een beetje aan het harken naar loftuitingen. Als je het zo verstaat. En als ik nou zou zeggen, ik vind dat u onze generatie verwaarloost doordat u zich terugtrekt. Wat zou uw reactie dan zijn? Als u dat zegt, dan vind ik u liever dan ik anders op een andere manier zou kunnen me voorstellen. Dus, er zit een hele hoop, er zit wel een heleboel in. Het is politici in het algemeen, jong en oud, zijn vandaag de dag veel meer dan, denk ik, wij in onze tijd, of schoon, ook daarin zit weer een bekoring om te gaan naar zelfverheffing over de levenswijze van toen. Wat ik nogal als tekortkoming zie gebeuren, heel vaak zelfs, is dat politici van alle leeftijden, ook de ouderen, dat die zich onvoldoende laten leiden door het besef dat ze ook aan een publieke opinie
een zekere leiding kunnen geven op basis van hun kennis, ervaring en gezag. Ik zie daar heel weinig gebeuren, dat we ouderen proberen leiding te geven aan de ontwikkeling van de publieke opinie over bepaalde zaken. Heeft u een voorbeeld? Nou, dat is, ja. Ja, welk voorbeeld zullen we nemen? Ja, ontwikkelingshulp is wel een goeie. Ontwikkelingshulp is niet meer zo in. Je denkt soms, maar dat is natuurlijk stout, dat het collectieve egoïsme zulke vormen heeft aangenomen dat we niet meer openstaan voor de plicht en het besef van die plicht. Dat er nog zoveel mensen elders in de wereld zijn die het zo dramatisch slecht hebben, dat we blij zouden moeten zijn van daar wat goeds naartoe te kunnen dragen. Mm-hmm. En dus ik zie dat veel minder, dat er, het is niet modieus meer, ontwikkelingshulp. We gaan het nu ook inzetten in feite om vluchtelingen weg te houden, mm-hmm. dus eigenlijk om onszelf te helpen van die instroming. En dan denk ik wel eens, we zouden kansels moeten beklimmen en zeepkisten om het volk op marktpleinen toe te spreken over de waarde van ontwikkelingshulp en hoezeer wij aan onszelf, aan onze morele hoogheid, als we die willen bewaren, verplicht zijn om daarmee bezig te blijven. Maar sinds de jaren 60, 70 van de vorige eeuw zijn we van de kansels en de zeepkisten afgeklommen. Ja. En is de maatschappij geniveleerd, heeft iedereen een stem, heeft iedereen gelijk. Waar u voor pleit is eigenlijk toch het weer installeren van een bepaald soort hiërarchie. Nou, weet je wel. Een beetje wel. Ja, structuur. Ik ben ervan overtuigd dat u en ik aan de wereld veel meer te zeggen hebben dan de meeste mensen die we vanmiddag nog binnen ons blikveld zullen krijgen. Dat is een uitspraak die ik met u eens ben, maar waarvan heel veel mensen zullen zeggen dat het arrogant is. Ja. Ja. Waar je tegenin kan brengen noblesse oblige, maar ook dat wordt niet altijd gewaardeerd. Dat arrogant is, zal zeker gezegd worden, maar het is lafheid aan onze kant dat we van die komende te verwachten arrogantie schrik hebben. Ik denk dat u daar zo ontzettend gelijk in heeft. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van de tijd van dit gesprek, helaas. Want het gaat me veel te snel. Mij ook. Maar wie weet kunnen we het nog een keer voortzetten als u dat een idee zou vinden. Ja. Zijn er zaken voor vandaag waarvan u zegt, die moeten absoluut nog het daglicht zien voordat wij afronden? Zaken voor vandaag. Ja, ik denk het wel. Een groot kwaad dat over het land bezig is over het land te spoelen, is het ultranationalisme. Er zijn ook mensen die moeten opstaan en zeggen, ho ho, wacht even. Ik vertel vaak het verhaal van, beseft u wel, maar dan nog niet op de kansel of op de zeepkist, maar wel in familiekringen en andere kringen, en ook zelfs bij voordrachten, met onbekenden dus als publiek, beseft u wel dat Nederland pas eergisteren is opgericht? Op zijn best in einde 16e eeuw. Maar ook niet, want, nou komt er een provinciaal verhaal, ik ben uit de generaliteitsgebieden. Die zijn buiten Nederland gehouden, de facto, wingewest gebleven, zonder enig stemrecht, tot een Frans leger ons kwam bevrijden, 1795.
ons behorend bij Nederland dateert tot het einde van de 18e eeuw. Voor mij begint Nederland, is Nederland pas toen begonnen. Eind 18e eeuw, pas 2 eeuwen oud. Wel nu, als een land pas nog zo jong is, dan zou het zich toch moeten kunnen voorstellen. Eergisteren was het er nog niet. Waarom zou het overmorgen niet gans anders kunnen worden zijn? En dat, die strijd tegen het nationalisme beschouw ik als heel belangrijk. Niet alleen met het tussengrapje erin van de Brabanders die altijd door buiten gelegen hebben. Bijna de helft van de tijd. Maar toch? Als een oud minister-president van Nederland dat zegt, dan ga ik daar eens goed over nadenken. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw komst en ik hoop tot een volgende keer. Dank u wel, dank u wel.